Deze week hebben we weer een heerlijke de witte schotel voor jullie voorbereid. Deze week is dat een rode witte stamppot met een sugarenlapje. Ik zal even laten zien wat er daadwerkelijk in de box zit. Uiteraard, het wordt wat u gewend bent helemaal kant en klaar voor ons, de rode witte stamppot. Met daarbij het hele kant en klare zakje met de sugarenlap en daarin zit ook gelijk de jus voor de stamppot. Klein beetje appelkompot, lekker fris erbij. Wat uitgebakken spekjes. En eventueel naar wens een klein beetje grove mosterd. Voor het verwarmen van uw dagschotel kunt u het beste uw gerecht alvast een uur van tevoren uit de koelkast halen. Dit vanwege het feit dat hij dan alvast wat op temperatuur is. De oven verwarmt u op 130 graden hete lucht voor. De borden zijn van plastic, maar kunnen wel in de oven, tot 140 graden. De oven is nu voorverwarmd op 130 graden. We kunnen de borden gestapeld op elkaar in de oven plaatsen. We doen de deur dicht en we zetten de timer op 25 minuten. In de tussentijd kunt u uw saus en uw garnituur warm maken. Zo, het gerecht hebben we net in de oven gezet. Ik heb hier een pannetje met kokend water. Daar ga ik het zakje met de sucade en de jus, dat zit dus in E, ga ik nu. Ik houd aan het puntje beet. Ik heb hier een wasknijpertje. Ik laat de sucade in het pannetje zakken. Ik heb datzelfde puntje, dat vouw ik over de hoek van de pan heen. En daar doe ik de wasknijper op. Straks als het gerecht klaar is, dan halen we hem eruit. Dan is hij mooi warm. De bietenstamppot is uit de oven gekomen. We doen het bord voorzichtig open vanwege de stoom die eruit kan komen. We hebben de sucade ook opgewarmd. Die halen we voorzichtig uit het pannetje, want deze is heet. We knippen het zakje geheel open. En kunnen vanuit het zakje direct de sucade met de jus over de stamppot verdelen. Het zakje leggen we apart. We doen naar smaak wat spekjes erbij. En u kunt dan zelf naar smaak de grove mosterd erbij doen en de appelkompot. Dit is hem voor deze week. Dank u wel.